Traditiegetrouw wordt er op de laatste maandag in de zomervakantie een viswedstrijd voor kinderen gehouden in Tollebeek. Er deden dit jaar zo'n 60 kinderen mee. Is dit de eerste die je gevangen hebt? Ja. Hoe voelt dat? Geen idee. Maar ben je blij dat je wat gevangen hebt? Ja. Wat vind je ervan om zo te vissen vanavond? Leuk. En wat is er leuk aan vissen? Stilzitten en dan ben je soms rustig. Het gaat er niet om wie de meeste vissen vangt, maar om de lengte. De lengtes van de verschillende vissen worden bij elkaar opgeteld. En deze meiden weten wel hoeveel ze er nog willen vangen. Ja, nog 13. Nog 13? 100. Zoveel? 100. We hebben gewonnen. Wat vindt u ervan om met uw kinderen, met uw dochters dit te doen? Dat is toch prachtig zo. Lekker weetje erbij. Kunnen ze het een beetje? Oh. Het gaat dicht aan de vissen, hè? De eerste vis is gevangen, dus geen probleem. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd door Stichting Vakantieactiviteiten. En ook voor hen is het nostalgie. Nou, niet hier in het dorp Tollebeek, maar dan in Kruil. Ja, heb ik ook meegedaan met de viswedstrijd. En uiteindelijk is voor de kinderen maar één ding het belangrijkste. Dat je dan prijzen kan winnen en dan bij het einde krijg je wel lekker wat snoep. Oh, snoep doe je dan ook hoor? Ja, en de prijzen. Dat is op 3, Mark. Maak je al kans om te gaan winnen? Bijna elk jaar win ik, maar nog nooit. Heb je wel wat gevangen dit jaar? Nee.